Ja, Femke, jij bent deelnemster bij Boer Zoekt Vrouw geweest. Dat is natuurlijk een programma waarin de boer in een heel positief daglicht komt te staan. Maar hier is volgens mij dus het gevoel bij de boer wel anders, hè? De perceptie van de boer is soms wel dat hij zwaar ondergewaardeerd is. Ja, zeker. Waar komt dat vandaan? Ik denk dat er een relatief kleine groep mensen in Nederland is, hè, wat links georiënteerd. Die gewoon bepaalde opvattingen erop nahouden die zij op social media vooral heel actief uitdragen. Ja. Je zou ook kunnen zeggen van nou, het kabinet zit nu met een heel groot stikstofprobleem. Europese regels die zijn er. Er moeten klimaatdoelstellingen worden gehaald. Er moet minder stikstof uitgestoten worden. Dus het is niet zo gek dat ook aan de boeren een bijdrage wordt gevraagd. De boeren hebben sinds 1990 al 67% van de ammoniakuitstoot gereduceerd. Dus wat mij betreft hebben zij ook al een hele grote bijdrage gedaan. Terwijl de beleving is dat de stikstofuitstoot vandaag de dag groter is dan ooit. Maar dat is niet zo. Er zijn heel veel maatregelen genomen. Het feit dat er nu zoveel aandacht voor komt is omdat de Raad van State een bepaald wetgevingsinstrument heeft afgeschoten. Maar dat gaat alleen dat die wet niet klopt en niet dat de stikstofuitstoot groter is dan ooit. Je zit er goed in, Femke. Het is voor gedeeltelijk is het ook mijn werk, dus ja. Ja. Want voor de duidelijkheid nog even, voor de mensen die dat niet weten, jouw werk? Ik ben beleidsmedewerker van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Ja, precies. Ja. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gezegd van ja, we stoten misschien wel uit, maar we zijn eigenlijk als boeren ook in staat om weer uitstoot op te vangen, bijvoorbeeld met gewassen. Klopt dat? Ja, tuurlijk, ja. Alle groene gewassen, zij vangen zeg maar CO2 af uit de lucht, dus... Eigenlijk is de agrarische sector in Nederland de enige sector in Nederland met een negatieve emissie. Ja, wij hebben wat emissies, zeg maar, maar daar staat een negatieve emissie tegenover. Iedere hectare grasland en iedere hectare akkerbouwgewas neemt heel veel tonnen CO2 op per jaar per hectare. Hoe sta jij hier? Ik sta hier als... Sta je trots? Ben je verbaasd over de opkomst? Ja, ik vind het ongekend, de saamhorigheid hier. Ik word hier echt heel gelukkig van, bijna emotioneel gewoon. Ja, onderweg, in de auto hier naartoe, ik volgde het nieuws. Ik wou zeggen, ik keek filmpjes op mijn, maar dat mag natuurlijk niet. Oh ja, ik volgde het. Op de Telegraaf. Ja, en ik word hier heel blij van, ja. Dankjewel en veel succes vandaag. Ja, Oké.